Mijn naam is Marieke Gielen en je luistert naar de Oersterk podcast. Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws, dit is jouw moment. Versterk je gezondheid en geluk met de lach. De rode loper ligt weer uit richting een stralende dag. Je voelt je oersterk met We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Marieke Gielen. Marieke is opgeleid tot maag-darm-leverarts en is nu medisch transformatief bewustzijnscoach. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Marieke, welkom. Dankjewel, Richard. Op je website staat: vanuit heelheid kan alles weer stromen. Welkom bij Stroom. Stroom staat voor beweging. Beweging in energie. Energie die stroomt, zodat de balans komt op alle bestaanslagen en er ruimte is voor beweging en groei. Emoties willen stromen en bewegen. Emotion, energy in motion. Stroom staat voor beweging in water. Voor flow, met de stroom meegaan in overgave en vertrouwen. Overgave aan de stroom des levens. Hoe kunnen we ons overgeven aan deze stroom? Mooi geschreven trouwens. Ja, complimenten. Kan zo in het boek. Nee, ja, dit is tot mij gekomen eigenlijk tijdens meditatie in mijn eigen persoonlijke ontwikkelingsproces. De naam Stroom voor mijn praktijk. Dat was iets wat mij werd ingegeven, als het ware. En het klopt voor mij heel erg. Ik ben iemand die heel erg van water houdt, van zeilen. We gaan ook elk jaar met de familie gaan we 3 weken zeilen. Meestal in Nederland, Friesland, Waddenzee. En dan merk je dat het zijn met het water en met de flow van het water en met het ritme van dag, nacht, eb, vloed. Dat het zoveel vrijheid geeft. Dat merk ik ook aan mijn kinderen. Dat zeggen ze ook letterlijk. Het geeft heel veel vrijheid, heel veel rust. En hoe kunnen wij zijn met de stroom van het leven? Ik denk dat dat is door weer naar binnen te gaan. Naar de essentie, naar je kern. Naar je echte natuur. Naar de flow van je eigenlijk je authentieke ik. En dat doe je wat mij betreft door in stilte te zijn. Veelal, en dat kan natuurlijk niet de hele dag, je kan niet de hele dag in stilte zijn, maar in ieder geval momenten in je dag, in je dagelijks patroon in te lassen, dat je naar binnen kan keren en dat je die rust vindt en die vrijheid. En dat je dus je overgeeft aan de flow van het leven, van de dag. Maar dat kan je alleen maar door af en toe even stil te staan en te luisteren naar de fluisteringen van je hart. Hè? En je hart spreekt heel zacht. Je ziel communiceert wat mij betreft via je hart, via je passie. Maar dat kan je niet horen als je de hele dag doordendert en afgeleid bent. Dus het is wat mij betreft in stilte zijn, naar binnen keren, luisteren naar je hart. En dan vervolgens je overgeven aan die flow, aan die stroom van het leven. In plaats van er tegen in te denderen, wat eigenlijk heel veel mensen continu aan het doen zijn. Tegen de flow, tegen de stroom. Inzwemmen. Ja, wat ik mooi vind aan jou is dat je zegt: ik ben een geïnspireerd en gepassioneerd mens met een missie. Ik wil mensen inspireren en begeleiden met een lach en een traan, met als doel bewustzijnsgroei. Hè? Vooral dat woord zie ik veel terugkomen. Waarom is bewustzijnsgroei zo belangrijk? Dat is ook gekomen vanuit mijn eigen persoonlijke ontwikkelingsproces. Dat ik inzag dat ik eigenlijk al heel lang in een soort doolhof aan het ronddolen was. Op zoek naar het juiste pad, hè, naar mijn pad. En dat ik dat pad eigenlijk niet kon overzien. Omdat ik in dat doolhof de hele tijd tegen dezelfde muren aan het kijken was. En wat ik denk dat ons allen te doen staat, is dat je je vizier of je blik verhoogt, zodat je boven die muren uit kan kijken, dat je boven het doolhof uit kan kijken, zodat je ziet van, oh wacht, dat is mijn pad. En dat doe je door je bewustzijnsniveau te verhogen, je bewustzijn te verruimen, want dan ga je het overzien, het doorzien.
En dat bewustzijnsgroei, die bewustzijnsgroei, ja, die kan je wat mij betreft ook bereiken door weer die stilte op te zoeken, te luisteren naar de taal van je hart. Maar niet alleen dat. Ik geloof dan in een aantal stappen integreren in je leven. Ik weet dat jij daar ook een voorstander van bent. En dat is onder andere meditatie en yoga door die stilte op te zoeken. Maar ook veel in de natuur zijn, koud zwemmen of douchen, gezond eten, weinig op schermen zitten. Nou ja, zo zijn er een aantal stappen die je kan integreren in je leven. En dat heb ik dus zelf gedaan, zodat ik mijn bewustzijn kon verruimen, waardoor ik mezelf beter kon doorzien. He, de conditioneringen, de belemmeringen, mijn angsten, mijn overtuigingen, mijn imprints, alles wat ik mee heb gekregen vanuit mijn familie, hoe ik ben opgevoed, mijn voorouders, et cetera. Er zitten natuurlijk heel veel lagen. Door dat allemaal te gaan doorzien en me daarvan te ontwikkelen, en te ontmoeten vooral ook, kon ik me weer herinneren wie ik echt in essentie ben en wat ik hier te doen heb. En dat is wat ik zo graag wil overbrengen. Ik voel dat ik als arts dat ook heb te doen. Door mijn patiënten, cliënten of de persoon die tegenover me zit te inspireren om te zien van als je nou een weg vindt om uit boven dat doolhof uit te kunnen kijken, boven jouw doolhof, en jouw pad te vinden, te zien en te doorzien waarom jij daar nog niet bent gekomen, door een aantal stappen te integreren in je dagelijks leven, dan gaat je bewustzijnsniveau groeien en dan kan je ook een bepaalde afstand krijgen van wat er allemaal om je heen gebeurt en dat geeft rust en dat geeft vrijheid. Ja, ja, ik vind het mooi, want je schrijft bewustzijnsgroei ter retentie van de verbinding tussen lichaam, geest, ziel en natuur. Bewustzijnsgroei bij mensen met chronische onbeminde en onverklaarde klachten. Bij mensen die vastlopen in hun leven en bij mensen die authentieker willen leven. Ik zie het als mijn taak hun te begeleiden op het pad van zelfhelend vermogen en transformatie. Van dis-ease naar at-ease. Hoe ben je ook als maag-darm-leverarts tot deze missie gekomen? Tja, ik werkte als maag-darm-leverarts in een regulier ziekenhuissysteem. En op een gegeven moment merkte ik dat ik een beetje gefrustreerd raakte over het feit dat 70% van mijn patiëntenpopulatie mensen waren met chronische darmklachten, prikkelbare darmsyndroom, chronische maagklachten, zuurbranden zonder dat er daadwerkelijk sprake was van zuur, brok in de keel, et cetera. En dat ik die mensen eigenlijk niet goed kon begeleiden. Dat kwam door gebrek aan tijd, 10 minuten consulten, gebrek aan ook een soort know-how bij mijzelf, maar vooral en het meest belangrijke, gebrek aan verbinding met mezelf. Dus ik was op de een of andere manier afgeleid van mijzelf. En daardoor was er een frustratie. Want hoe kan je iemand helpen of begeleiden als je eigenlijk nog helemaal niet bij jezelf bent? En die frustratie die werd groter en groter. Toen ging ik wel al in dat persoonlijk ontwikkeltraject. Dus ik kwam meer in verbinding met mezelf. Ik deed aan zelfzorg. En vanuit dat traject ben ik meer gaan inzien dat ik die mensen tegenover me op een hele andere manier kon gaan begeleiden. Maar niet in het format waar ik in mijn vakgebied in zat. Ik was toen bezig wel met het oprichten van een integraal zorgcentrum of kliniek. Samen met het ziekenhuis, dus ik had de raad van bestuur mee. Ik had een hele hoop specialisten achter me staan. Maar ik deed dat allemaal naast mijn normale werktijden, mijn nachtdiensten, mijn gezin met 4 kinderen en een man met een drukke baan. En langzamerhand voelde ik van daar gaat iets mis in mijn energiebalans. En toen ben ik dus inderdaad omgevallen, letterlijk en figuurlijk. Dus een burn-out. Ik had al een burn-out ooit eerder in mijn opleiding gehad, ook niet voor niets achteraf gezien. Dus dit was eigenlijk tweede keer dat mijn ziel op mijn deur klopte van joehoe, zijn we nog lekker bezig? Ben je nog op je pad? En dit keer was ik
denk ik, moedig genoeg om daarnaar te luisteren, naar die klop op mijn deur. Omdat ik voelde, heel erg diep van binnen voelde van, oké, maar wacht even. Ik heb hier iets heel anders te doen. En dit format, deze witte jas, op deze manier past mij niet meer. Dus het is eigenlijk een blessing in disguise dat ik hier, dat dit mij is overkomen, een burn-out. Nou, zo zie je natuurlijk dat heel veel mensen dit soort crisis moeten meemaken om in te zien van oké, ik heb iets anders te doen en dan een pad inslaan van transformatie. Dus eigenlijk dat zelfhelend vermogen en dat transformatieproces ben ik zelf doorgegaan en still going on. Om mensen mee te nemen en te begeleiden op hun pad van zelfhelend vermogen en transformatie. Maar daar heb je in eerste instantie, denk ik, als arts, nou dat denk ik niet, dat is echt mijn overtuiging, zelfzorg voor nodig en verbinding met jezelf. En vanuit die verbinding kan je authentieke verbinding maken met degene tegenover je. Dat is per definitie zo, dat is een regel. En ze zeggen wel in het vliegtuig, je zet eerst zuurstof op bij jezelf voordat je een ander kan helpen. En daarna zet je het op bij je kinderen of bij wie er dan om je heen zit. Dus het gaat eerst over jezelf. Het gaat over zelfzorg. Het begint allemaal bij onszelf. En dat is wat mij betreft ook de tijd waar we nu in zitten. Het gaat over weer terug naar onszelf, naar binnen. Je eigen kamer opruimen, zoals Steve Covey zegt. Je binnenkamer opruimen en dan pas om je heen. En ik realiseer me dat dat opruimen van je eigen kamer is een ongoing proces. Hè? Daar zijn we mee bezig tot onze dood en wellicht ook wel daarna. Maar ik denk dat heel veel mensen momenteel afgeleid zijn van het feit van zichzelf. En dus niet naar binnen gaan, niet naar binnen durven gaan. En dus hun pijlen richten op de buitenwereld. En de mensen die nu bij mij komen, die zijn gemotiveerd genoeg en moedig genoeg om nu eens eindelijk naar zichzelf te gaan kijken. Van waarom heb ik eigenlijk die buikklachten? En waarom heb ik die chronische maagpijn? Wat zit daaronder? En medisch is er dan al heel veel gedaan en heel veel uitgezocht, maar dat probleem blijft bestaan. Die fysieke klacht blijft daar. En dan komen ze naar mij toe, of naar jou, of naar wie daarvoor open staat. Om ze te begeleiden naar die lagen daaronder. Eigenlijk naar zichzelf. Ja. Ja, mooi hoe je zegt dat heel veel mensen vanuit hun hoofd vele zintuigen naar buiten toe leven. Nou, jij begeleidt mensen juist naar het hart, naar binnen toe. Je zegt, maak samen met mij een reis van hoofd naar hart. De meest transformatieve reis in het leven van maar 30 centimeter. Nou, je beschrijft dan ook een beetje jouw proces en jouw reis. Welke antwoorden heb je in jezelf, in je eigen hart gevonden? Dat het er allemaal al is. Dus we zijn altijd op zoek naar een betere versie van onszelf of ons leven. Veel mensen doen dat ook door materie om zich heen te verzamelen. En door een bepaalde controle te willen hebben op het leven. Door een goede baan, door er goed uit te zien, door een goed sociaal netwerk. Alles moet altijd een betere versie zijn. Terwijl ik heb ondervonden, het is er allemaal. Het zit allemaal al in mij en in jou en in alles om ons heen. Alleen op de een of andere manier kunnen we dat niet zien of willen we dat niet zien. Of zijn we ervan afgeleid. En zijn we ook, dat heb ik ook ondervonden, we willen weg van de pijn. Hè? We zijn als mens pijnvermijdend en genotzoekend. Omdat die pijn is beangstigend. Dat is je oerbrein. Daar wil je heel snel van weg. Terwijl ik denk dat hoe ik het heb ervaren is juist door die pijn heen gaan. Gaat je inzichten geven die jezelf heel maken. En vanuit heelheid kan het weer gaan stromen. Door de pijn heen. Ik zie de pijn als een poort. Een poort naar die diepere lagen eronder. Naar je kindstukken, naar je voorouders, naar je imprints, naar je conditioneringen, naar je angsten. En door daar doorheen te gaan en die pijn te ervaren, tranen te voelen, boosheid, schuld, schaamte, spijt en daar doorheen te gaan, kan je dat helen. En vanuit de heelheid kan het weer gaan stromen.
dan kan je weer in je liefde stappen in plaats van in die angst. Ja, dus dat zijn eigenlijk de twee voornaamste antwoorden die ik in mijn hart heb gevonden. Van het is er allemaal al. En wees ook met de pijn. Wees met alles wat er op een dag naar je toe komt. In overgave. En strijd er niet tegen. Laat het gewoon er zijn. Dus ook fysieke klachten. Ze willen je iets vertellen. Dus laat het er gewoon zijn. En wees er even mee. En praat er mee, bij wijze van spreken. Want elk orgaan heeft bewustzijn. Dus je kan gewoon met je buik of met je maag een gesprek aangaan. En dat vinden mensen heel, heel raar. Totdat ze het ervaren. En verdomd, daar zitten de antwoorden. We zijn unieke schepsels. Als je het wil vergelijken met een computer, dan alles functioneert in principe helemaal oké. Totdat je te veel programma's hebt openstaan. En er je computer op een gegeven moment Alt-Ctrl-Delete zegt, bij wijze van spreken. En al die programma's die willen aandacht hebben. En die hebben iets te zeggen. En omdat je een uniek schepsel bent, ben je dus ook een schepper. Dus je kan je eigen leven weer en je eigen computer weer herprogrammeren. Even een makkelijk voorbeeld wat ik altijd aan cliënten vertel. Is, stel je voor dat wij een diaprojector zijn. Jij bent een diaprojector, ik ben een diaprojector. Je buurman is een diaprojector. Dus zo'n oud apparaat waar zo'n diarol doorheen gaat, hè? En door die diaprojector schijnt een licht. Dat is het veld van onbeperkte mogelijkheden. Dat is het alomvattende licht. Noem het God, noem het, maakt niet uit hoe je het noemt. Noem het spirit, noem het universum. Dat schijnt door ons allemaal heen. En wij zijn die diaprojector. En die rol die draait rond. En die dia's zijn onze filters en onze overtuigingen, imprints, belemmeringen, angsten, patronen. Vastgeroeste items, die hebben wij er zelf ingezet. Tuurlijk door toedoen van onze ouders of nature nurture. Maar die dia's, die zitten los. Als jij kan zien welke dia jou in de weg zit, dan kan je die dia dus eruit halen en een andere dia instoppen of niet. Dat licht schijnt door ons, door die dia's heen, door die filters, en dan krijg je een projectie. Dus jouw projectie is anders dan die van mij en die van onze buurman. Waarom? Omdat onze dia's anders zijn. En daarom kan je ook gaan inzien van, oh wacht, daarom ziet mijn buurman een andere waarheid dan ik. Die dia's, die kan je dus veranderen. Dus wij zijn scheppende wezens. Dus als je gaat inzien dat jouw buikpijn ook gebaseerd is op een van die dia's, van die filters, dan kan je dus leren die dia eruit te halen en er een hele andere filter in te stoppen. Maar dan moet je wel eerst door die pijn heen. Dus ik zeg altijd, je moet door je shit heen. Als maag-darm-leverarts is dat een fijne om te zeggen. Want de shit uit je verleden is de mest van je toekomst, maar je moet er wel doorheen. Ja, ik vind het mooi hoe je, ik zal straks wat dieper ingaan ook op die dia's, op die lagen, die bestaanslagen die ik eerder noemde. Ik vind het mooi hoe je als maag-darm-leverarts natuurlijk een enorm holistisch perspectief hebt en je ook zegt van je kunt met je organen communiceren, praten. Terwijl ik vind het ook interessant hoe dan je vakgenoten ook naar je kijken, omdat als je bij een gemiddelde maag-darm-leverarts komt en je zou zeggen van, nou, ik moet misschien wat meer met mijn organen communiceren, want ze moeten me wel antwoord geven waar nou deze klachten vandaan komen. Ja. Dat hij of zij je raar staat aan te kijken en zegt, meneer of mevrouw, ik weet het niet, maar moet ik u naar de psychiater doorsturen of niet? Maar wij zoeken het al voor u uit en dat is een beetje flauwekul. Ja, ja. Even heel zwart-wit, maar. Ja, nee, ik hoor wat je zegt. Nou, het leuke was dat ik op een gegeven moment in mijn vakgroep mijn presentatie heb gegeven over mijn visie, over die integrale zorgkliniek. En er was een internist aanwezig, de oudste gediende, bijna tegen zijn pensioen aan op dat moment. En die zei letterlijk na mijn presentatie van, nou Marieke, als je me dit 5 jaar geleden had verteld, dan had ik je nu 3 maanden naar huis gestuurd en hadden we gekeken of je nog wel terug kon komen. Maar inmiddels zie ik ook in dat we het anders moeten gaan doen. En dat hier een podium voor is. En dat met name de vraag vanuit de patiënten naar een meer holistische kijk, hoewel holistisch dat woord wilde die nog niet benoemen, maar naar een meer complementaire kijk zo relevant is. Dus zelfs die oudsgediende van bijna 65 jaar,
zag in dat we het anders moesten gaan doen. En ik kreeg intern verwijzingen vanuit mijn vakgroep, interne maag-darm-leverziekte, van mensen waar de rest eigenlijk niet zoveel meer mee aankon, van Marieke, kan jij eens kijken? En natuurlijk gaan zij dan niet omarmen dat je met je organen moet gaan praten. Dat is overigens ook niet wat ik dagelijks doe, hoor. Maar er is dus wel een inzicht aan het ontstaan, in de reguliere ziekenhuizen ook, van ja, we mogen breder gaan kijken. En hoe noodzakelijk is dat, hè? Dat we een bredere blik gaan krijgen naar de mens en gezondheid en vitaliteit en veerkracht. Nou ja, je ziet het nu helemaal ontstaan natuurlijk. Het is gewoon een stroom die ontstaat. De tijdsgeest is er rijp voor. Absoluut. En wat ik ook mooi vind, is dat je ook zegt, ook als arts zijn, dat alles begint bij de juiste zelfzorg. Hè? Ja. Want je zegt, hoe kan je als arts iemand helpen als je jezelf niet helpt? De enige die deze verbinding kon herstellen, was ik zelf. Na een persoonlijk ontwikkelproces en bewustzijnsgroei heb ik het roer omgegooid en ben ik mijn hart gaan volgen. Waarom worden we als kind, bijvoorbeeld niet op de basisschool, ook al gestimuleerd om ons hart te volgen? En waarom zit dat belangrijke onderdeel zelfzorg, ook vanuit innerlijk werk, ook nog niet zomaar in de artsopleiding? Ja, geen idee. Dat is echt een groot gemis. Net zoals voeding, hè, dat zeg je ook, 4 dagen in een blok komt de voeding voorbij. Je ziet overigens wel op scholen het iets meer ontstaan. Geluksles bijvoorbeeld, of meditatie, yoga. Dat komt wel eens, passeert wel eens de revue op scholen. Maar er zou natuurlijk veel meer aandacht voor moeten zijn op de reguliere scholen. Gelukkig zie je ook daar een stroming ontstaan, een transformatie van nieuwe scholen die er nu opstaan. Now School. En er zijn natuurlijk genoeg initiatieven nu aan het opstaan van totaal andere scholen, waarbij kinderen mee worden genomen de natuur in. En we gaan een hele dag over paddenstoelen leren bijvoorbeeld. En het netwerk wat paddenstoelen maken en schimmels en... Nou ja, dat is natuurlijk waanzinnig dat daar nu oog voor is. Dus die transformatie naar een bredere blik van de mens en de gezondheid, vitaliteit, de natuur, de connectie, body, mind, spirit, nature, die is zeker aan het ontstaan. Alleen transformatieve processen gaan gewoon ontzettend langzaam. Maar dat is niet erg, want het heeft ook tijd nodig. Als je nu tegen mensen zegt, oké, we zijn nu allemaal verlicht. Wat overigens denk ik ook niet de bedoeling is, maar dat gaat niet. Dan wordt het één grote chaos. Dus het heeft ook tijd nodig. Maar dat de vraag naar een bredere blik vanuit de mensheid er al, die is veel groter dan het aanbod, dat is duidelijk. En dat wij als artsen een beetje erachteraan hobbelen, dat is ook evident. En dat komt inderdaad omdat we rondzwevende hoofden eigenlijk over het algemeen zijn. Ik bedoel, ik mag het zeggen, want ik was dat. Ik was een wandelend hoofd. En ik kon die connectie met mijn hart eigenlijk niet maken, omdat dat super spannend en eng was. Dus ik was hoog afgeleid, zo noem ik het, tot maag-darm-leverarts. Niet hoog opgeleid, maar hoog afgeleid. Waarom? Omdat dit is makkelijk, hè? Om hier te zijn. Dat is je comfortzone, dat is veilig. Dus heel veel artsen en heel veel mensen lopen gewoon met een hoofd rond. En vinden zakken naar je hart zweverig. Terwijl dit is natuurlijk zweverig. Als je alleen maar met je hoofd rondloopt, is zweverig. Dan mis je de connectie met het belangrijkste, namelijk je gehele zijn. En het zakken naar je hart, dat is vaak een hele spannende weg. Want dan ga je dingen voelen en ervaren. En dat is misschien ook waarom we er nog niet zo heel erg aan willen om dat in scholen neer te gaan zetten. Of gedurende gewoon het levenspad. Omdat het een spannend traject is. Want dan gaan we weer voelen wat het is om als kind een standje te krijgen. En wat voor impact dat heeft gemaakt vroeger. Of we gaan weer voelen hoe het is om voor het eerst voor te moeten lezen voor een klas. En daar te staan en echt denken, ik wil heel hard wegrennen. Maar dan maar daarna ervan te dissociëren. En we gaan weer voelen hoe het was om verlaten te worden door
een dierbare die overlijdt. Of we gaan weer voelen hoe het is om een emotioneel afwezige vader of moeder te hebben. Ja, dus die weg daar naartoe, die doet pijn. Maar het is wel de enige weg om heel te worden. En daardoor in die stroom te kunnen gaan zwemmen. Ja, ik denk dat het ook enorm belangrijk is dat degene die de leiding hebben in het onderwijs of in de geneeskunde, die het curriculum of de werkbladen of de opleidingen maken, dat die ook dus altijd innerlijk werk gedaan hebben, omdat die dan het ook zomaar kunnen doorvoeren. Het begint natuurlijk in al die structuren. Absoluut. Ja. Ja, het begint bij jezelf. Exact, het begint altijd bij jezelf, zeker. Zeker, en op je eigen vierkante meter. Ja. Ja, want het vind ik dus mooi als je kijkt naar jouw transformatie. Je zegt symptoombestrijding en het doekje voor het bloeden hebben plaatsgemaakt voor het probleem bij de bron aanpakken. Je hebt een praktijk in Bussum waar je mensen met chronische klachten, belemmeringen, angsten of beperkende patronen begeleidt. Welke verstoringen of onbalansen zie je veel? Ja, ik zie natuurlijk vanuit mijn vakgebied, dus dat is een beetje gekleurd, veel mensen met prikkelbare darmsyndroom en chronische maagklachten. Ik zie ook overigens veel mensen met chronische darmontstekingen die nieuwsgierig zijn naar de diepere lagen van het ontstaan van die ziekte. Dus dat zijn mensen die gewoon wel in het reguliere circuit worden gecontroleerd en behandeld. Dus, want ik schrijf geen geneesmiddelen meer voor. En bedoel je ziekte van Crohn, colitis ulcerosa? Ja, precies. Ja. Maar dat zijn mensen die dus daar onder controle zijn. Dat vind ik ook noodzakelijk, dat dat zo blijft. Maar dan bij mij komen om de diepere laag te zien. En wat ik met name zie is het trauma. Wat onder, ja, wat mij betreft, eigenlijk alle ziektes zit. Wat mij betreft is trauma de kern van het ontstaan van alle vastgeroeste patronen en alle ziekte en alle disbalans op alle lagen. En ik merk ook dat mijn energie daar naartoe wordt geduwd, naar trauma healing. Nou, daar heb je natuurlijk heel veel verschillende methodes voor. Maar ik merk dat wat bij mij heel goed werkt is regressie. Dus mensen terugbrengen in de tijd, in hun leven. Naar live events, naar grote of kleine trauma. Vaak zijn het juist de kleine trauma waarvan mensen eigenlijk helemaal niet, kleine trauma's moet ik zeggen, waarvan mensen eigenlijk helemaal niet weten dat dat zo'n impact heeft gemaakt. Waar de basis ligt van ontstaan van chronische ziekte. Want als jij ook niet weet dat dat zo'n impact had, omdat het in je onderbewuste zit, dan loop je er dus heel lang mee rond. Dan ontstaan die laaggradige ontstekingen. En vanuit daar kunnen de ziektes ontstaan. En zeker chronische darmziekte is daar een mooi voorbeeld van. Zoals ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dus het zijn vaak die onderbewuste trauma's in onze kindsjaren waar de basis is gelegd voor het ontstaan van ziekte op latere leeftijd. Omdat ook dat is een proces wat lang duurt. De ziekte komt te peert gereden en verdwijnt met ezelsreden. En als je erin gelooft, zou het zo kunnen zijn dat zo'n live event of een trauma in vroegere jaren getriggerd wordt in dit leven, terwijl het een origine heeft bij bijvoorbeeld onze voorouders of een ander leven. Dat is voor velen nog een brug te ver. Nou, voor mij niet. Hè? Voor mij dat ook weet je. Niet. En ja. Dat inspireert mij enorm. Ik zag voor jou ook een video op YouTube over regressie en reïncarnatietherapie. Over het helen van trauma's die we allemaal met ons meedragen. En ook om de verhalen van onze voorouders een gezicht en bestaansrecht te geven. Dat benoem je in die video. Waarom is het belangrijk om je voorouders te kennen? En welke rol spelen familiesystemen in het ontstaan van ziekte? Ja, en dan moet ik wel een compliment geven aan Maarten Oversier. Ik volg momenteel een opleiding bij hem. En ga ook de verdieping doen bij Maarten Oversier, regressie en reïncarnatietherapie. Hij heeft mij eigenlijk doen inzien dat het heel relevant is om je voorouders te kennen. Omdat als jij niet weet waar je vandaan komt, dan weet je ook niet wie je bent. En die voel ik heel sterk. Ofwel, de shit uit je verleden is de mest voor je toekomst.
onze voorouders hebben natuurlijk zoveel meegemaakt. Veel meer dan wij, hoewel er wel wat aan gaat komen. Maar zij hebben de Eerste Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ze hebben de hongerswinter meegemaakt. Nederlands-Indië, Suriname, Burma. Weet je, er zit zoveel trauma in onze voorouders. En daarbij komen zij uit een generatie waarbij ze gewoon door moesten vechten, overleven. En er werd vooral niet gesproken over wat men meemaakte. Dan heb je nog de kerk, religie, onderdrukking. Op seksueel misbruikgebied is er veel gebeurd. Dus er zit enorm veel trauma in ons DNA. Want per definitie krijgen wij dat natuurlijk mee. Dat zit in het celgeheugen, dat zit in het DNA. En dat geven ze over aan ons. En ik voel dat dit een tijd is waarin wij bewust mogen worden van het feit dat zij al die trauma's meedroegen. Dat er niet over kon worden gesproken. Maar dat al die trauma's wel bestaansrecht willen krijgen. Die verhalen willen gehoord worden. En dat wij nu in een tijd zitten om dat te gaan helen. In onszelf. En wat je dan automatisch zal doen is dat je het heelt voor de generaties voor jou. Maar ook voor de generaties die er nog gaan komen. Dus hoe mooi is het als jij voor jouw kinderen, door alleen al te spreken over je opa en oma en je overgrote opa, vader en moeder, door alleen al die verhalen een gezicht te geven, dat jij ook voor je kinderen iets gaat helen in hun DNA-systeem. En dat kan je doen door fotoalbums erbij te halen en gewoon eens met elkaar te gaan hebben. Met je familie, met je ooms en tantes, met je vader en moeder wellicht. Van joh, vertel eens, hoe was dat voor jou? En waarom denk je dat er niet over werd gesproken? En wat was de rol dan van opa en oma in de oorlog? Wat deden zij toen? En waren ze ondergedoken? Zaten ze in verzet? Of misschien juist aan de andere kant? En daar openlijk over spreken zonder oordeel. En door die gesprekken te voeren komen er misschien emoties. En emoties zijn weer de taal van de ziel. Dus de ziel voelt zich dan gehoord. En zo langzamerhand kan er iets geheeld worden. Supermooi. Ja, ik vind het enorm krachtig hoe je al die lagen ook aanstipt. En die bij jou ook terugkomen. Als je kijkt vanuit je vakgebied, ook als maag-darm-leverarts, er komen steeds meer mensen met zorgachtige klachten en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. Als medisch specialist had je geen goed antwoord, vooral ook omdat iedereen zijn eigen eiland heeft en er nauwelijks verbindingen worden gemaakt. Mensen gaan dus meestal een chronisch traject in zonder dat dit de oorzaak van het probleem wegneemt. Wat zou jij doen als minister van Stroom? Een nieuwe post. Ja, ik ga meteen aan op het woord minister. Ik geloof niet dat ik dat zou willen zijn. Adviseur van de minister van Stroom. Ja, mooi. Ja, mijn grote droom en visie en missie is om een gezond huis te bouwen. Een gezond huis, dus niet een ziekenhuis, niet een zieke thuis. Maar een huis waar meerdere gelijkgestemde zorgprofessionals die breed geschoold zijn, samen zijn in verbinding. Dus die openen ook de dag met z'n allen. Die lunchen met z'n allen. Die maken een wandeling in de natuur met z'n allen. En ze sluiten de dag met z'n allen. Waar zij met z'n allen complementaire of holistische zorg bieden. En dus mensen met dit soort chronische klachtenpatronen begeleiden op het pad van zelfheilend vermogen en transformatie. Ik zeg begeleiden omdat ik niet meer geloof in helpen. Als medisch specialist had ik het idee of de overtuiging dat ik mensen moest helpen. Daar haalde ik ook voldoening uit. Dus ik had een helperssyndroom vanuit behoeftigheid. Hè? Dus ik zocht erkenning en waardering en dat kreeg ik als medisch specialist. En juist als medisch specialist. Gábor Maté zegt dat ook. Artsen zijn eigenlijk nog het meest getraumatiseerd. Waar krijg je het meeste erkenning en waardering? Nou, ik denk dat je dan een arts moet zijn in het ziekenhuis. In ieder geval voor mij voelde dat goed op die manier. En ik had dus de overtuiging dat ik mensen moest helpen. Maar omdat me dat niet lukte, ontstond die frustratie ook. En werd die steeds groter.
Ik denk dat als arts je een stap mag maken uit het helpersyndroom. Weg van het feit dat je mensen moet helpen. Want mensen mogen zichzelf helpen. En mensen kunnen alleen maar zichzelf helpen. Jij begeleidt als arts. Jij bent de coach, je bent de inspirator. Dus in dit gezonde huis zijn mensen of artsen die zorgprofessionals, hoeven niet eens alleen maar artsen te zijn, die mensen begeleiden vanuit verbinding. En dat kan van alles zijn bij elkaar. Dat staat in een duurzame omgeving, dat straalt vitaliteit uit. Daar wordt gedaan aan gezond zijn en het vitaal maken van de mens op alle lagen, zodat die balans er weer ontstaat, zodat mensen weer in hun levensstroom komen te staan. Maar ze helpen zichzelf. Dat is mijn grote droom. Dus dat zou ik als inspirator van stroom doen. En mooi. Ik geloof ook dat dat er al is. Je ziet overigens veel van dat soort initiatieven al ontstaan. Hè? Maar wat vrij uniek is nog, is de combinatie van medisch specialisten met andere zorgprofessionals. Dat bestaat nog niet. En ik weet ook wel waarom niet. Maar ik weet dat het al bestaat. Het is er al. Alleen we moeten nog eventjes, die medisch specialisten moeten nog even door hun eigen shit heen. Ja. Dat is dus, ik weet waarom niet, is deze reden. Ja. Wat ik merk is dat er in nascholingen voor artsen steeds meer medisch specialisten aansluiten. Het grappige is, daar zie je ook een patroon. Dat waren als eerste de dermatologen en nu komen de maag-darm-leverartsen. En daarna, gek genoeg, de chirurgen, orthopedisch chirurgen. Oncologie trouwens loopt daar in voor, die vergeet ik. De oncologen zijn al heel lang bezig met een bredere blik. Maar die transformatie naar een meer complementaire zorg brengt natuurlijk met zich mee dat je als medisch specialist ook je mag gaan uitspreken over bepaalde dingen. En meer verbinding maken met je hart. En dat is dat enge pad, hè? Dat is dat spannende pad. En misschien wel een masker afzetten. En dat brengt met zich mee dat je angsten kan gaan krijgen voor gezichtsverlies of angsten voor wat gaan de anderen daarvan vinden. Krijg ik dan nog steeds wel erkenning en waardering? En vervolgens ga je dus in een bepaald ontwikkelingstraject. Wat denk ik heel noodzakelijk is, maar wat voor heel veel medisch specialisten ook spannend is. En dat is super invoelbaar. Been there, done it. En jij hebt dat ook gedaan. En zoveel zijn daar nu in beland. En dat is een heel moedig en spannend proces. Dus dat is inderdaad de reden waarom zo'n gezond huis er nog niet is. Omdat als je met die medisch specialisten aan tafel gaat, dan is iedereen mega enthousiast. Gaan we doen? Moeten we doen? Tuurlijk gaan we dat doen. Maar als het puntje bij het paaltje komt, dan merk je, ja, maar wacht even. Dan moet ik dus uit de kast gaan komen. Dat is dan het idee. Ja. En daarvoor mogen we door nog meer diepere lagen van onszelf. Mm-hmm. En dat is oké. Okay. Dat heeft tijd nodig. Ja, je moet ook uit de ratrace durven stappen waar artsen en medische specialisten vaak in zitten. Want vanuit drukte overleef je vaak in je hoofd. Hè? En dat lichaam bungelt er aan vast. Jouw grote droom, hè, wat je noemt het gezonde huis, is ook een van de drie afdelingen op je website. Als we kijken, misschien nog een stukje naar de basis. Wat is jouw huidige definitie van gezondheid? Ik ging meteen omhoog kijken. Ik kan beter zo voelen. Ik voel dat gezondheid een aanhoudend fenomeen is. Dus een blijvend fenomeen van een balans op alle lagen en in alle lichamen. Dus we hebben verschillende bestaanslagen als mens. We hebben onze oer, onze kern, onze authentieke ik ben. En dat is eigenlijk verbonden met alles om ons heen. Eigenlijk zijn wij alles om ons heen. En daaromheen hebben we verschillende bestaanslagen. We hebben het fysieke lichaam. We hebben ons mentale lichaam, emotionele lichaam. We hebben
onze relaties, we hebben ons werk, we hebben onze persoonlijke ontwikkeling, we hebben onze carrière, we hebben onze rollen, we hebben onze identiteit, nou, noem maar op. Ik denk dat gezondheid een balans is in al die lagen en blijvend. Want we kunnen natuurlijk een weekje of één dag, one day, ons best doen om een balans te brengen in al die lagen. Maar het gaat over een aanhoudende gezondheid. Waardoor je in een staat komt van gelukzaligheid en gelijkmoedigheid. En waardoor je je patronen en overtuigingen gaat doorzien. Waardoor je je doolhof kan overzien. Waardoor je een bepaalde afstand, relativeringsvermogen creëert. En waardoor je uiteindelijk een bewustzijnsstaat bereikt die optimaal is voor jouw zijn. Waardoor je kan luisteren naar je hart, de taal van je ziel. En waardoor je dus eigenlijk je zielsmissie hier op aarde kan belichamen. En mooi, want het is jouw missie om samen met gelijkgestemden de zorg te transformeren naar een meer medemenselijke, meer integrale zorg die als hoogste doel bewustzijnsgroei behelst. Nou, je bent zelf ook een goed voorbeeld van eigenlijk de twee aparte eilanden, regulier en complementair van de bruggen die jij bouwt. Hoe kijk je ook naar, zeg maar, de huidige toekomst, maar tientallen jaren in het zorgsysteem, zie je of voel je dat die bruggen, ja, die moeten natuurlijk steeds meer komen, maar dat ze er ook gaan komen. Enerzijds sterft een oude generatie uit, ook van artsen en medespecialisten met bepaalde mentale rigiditeit. Er groeit een nieuwe generatie ook artsen op die hunkert naar bruggen en holistische perspectieven. Dus hoe kijk je naar de toekomst van het zorglandschap? Ja. Ja, de zorg die er momenteel is in het reguliere systeem, die staat op klappen. Dat gaat niet meer. En dat voelt dat systeem ook. Hoe dat exact gaat, dat weet ik niet, dat weet niemand. Dat er ondertussen een stroming aan het ontstaan is, dat zie je overal om je heen. Maar ook in het reguliere systeem. Nou, als je daar kijkt naar, als je binnenkomt en je ziet groene planten en er is iets gedaan aan de kleur. En in sommige ziekenhuizen zie je al een vleugel in de ontvangsthal waar je af en toe kan spelen. Snoepautomaten worden langzaam veranderd in gezonde automaten. De koffiecorner wordt gelukkig ook een beetje aangepast en zo. Dus de gezondheid zie je al, vitaliteit, veerkracht, steeds meer ook in het ziekenhuissysteem doorkomen. Ook yoga, meditatie wordt steeds meer aandacht aangeschonken in het reguliere systeem. Maar dat het systeem zoals dat nu is, zo productie, tijdsprikkel, medicatie en geld gedreven, dat gaat niet meer. Dat is onhoudbaar. Korte consulten, hoe de specialisten met zichzelf omgaan, lunch overslaan, niet naar de wc, et cetera. Dat gaat niet meer. Die brug is er al, hè? De brug tussen regulier en complementair. Die bestaat al. Ik vraag me alleen zelf even af waar we nu staan. Ik denk dat we in een overgangsfase zitten. En dat het dus oké is om nieuwe initiatieven te laten ontstaan. Ik weet nog niet of die twee samen gaan komen. Of dat het echt een nieuwe stroming gaat zijn. Een nieuw systeem daarnaast. Ja, ik wil het geen systeem noemen. Omdat je dan dus weer in een systeem gaat denken. Want wat mij opvalt is, ik ben dus zelf met dat gezonde huis bezig. Maar ik weet ook van het bestaan van heel veel van dit soort initiatieven. Die heb ik laatst geprobeerd samen te brengen op een dappere doktersdag. Afgelopen zaterdag was dat. En wat je dan ziet is dat ieder van ons tegen dezelfde systemen weer aanloopt. Ja, hoe gaan de geldstromen lopen? Gaat de zorgverzekeraar erbij worden betrokken? Wie gaat dat betalen? Hoe gaan we onszelf financieel neerzetten in een maatschap of in de losse bv's? Of helemaal niet, gewoon een uurtje factuurtje. En voor je het weet zit je weer in een paradigma, in een piramidaal systeem te denken.
Omdat wij het heel moeilijk vinden kennelijk om buiten die systemen te denken. Dat doen we een ecosysteem, maar ja. Ja, ja. Ja, mooi. Ja, dat zou het eigenlijk mogen zijn. Ja. Ja, want die brug hè, tussen regulier en complementair. In 2020 werd je voorzitter van de School for Integrative Medicine. Een nascholingsinstituut voor nieuwsgierige artsen met een integrale blik. Hè, wat brengt dit jou? Thuiskomen. Sowieso, ik ging al naar heel veel van de nascholingen van de school. De SIM noem ik het eventjes makkelijk. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik eigenlijk heel veel naar die nascholingen ging. En niet meer naar de nascholingen van de reguliere zorg. Zoals de chronische darmontstekingsziekte waar ik, dat was een beetje mijn specialisme. Of is nog steeds. Dus ik ging heel veel naar de nascholingen zingeving, de spreekkamer, motiveren kun je leren, de arts als coach, opleiding, noem maar op. En het voelde echt als thuiskomen. Dus daar kwam ik in een warm bad van gelijkgestemden met dezelfde ideeën, dezelfde visie. En daar voelde het alsof ik mezelf ja, aan het volstoppen was met informatie die inklikte in mezelf, die klopte. Het klopte hier. En niet meer hier, maar hier. Dus het is echt thuiskomen. En ik ben destijds al door Simone Ardèche gevraagd of ik voorzitter wilde worden. Maar toen zat ik nog helemaal in mijn afgeleide hoofd. En met de angst voor gezichtsverlies heb ik toen nee gezegd. Moet je nagaan. Omdat ik dacht, ja, wat gaan mensen daarvan vinden als ik voorzitter word van de School for Integrative Medicine. Terwijl ik nu denk, natuurlijk, hoe logisch. En hoe trots ben ik om daar van zo'n mooi nascholingsinstituut voorzitter te zijn. Ja, daar ben ik echt super dankbaar voor. Ja, mooi. Want dan weer als ik terugkijk op jouw levenspad. Hè, dan lees ik als kind, schrijf je wilde ik klinieklown, indiaan of dierenarts worden. Ik trouwens zelf ook dierenarts. Ja, ik was altijd in de weer met het helen van zieke dieren, met het wereldleed, met expressie geven aan mijn stem. Ja, ik wilde de wereld een stukje beter achterlaten. En dat gevoel is gebleven. Nou, je geeft aan, je bent moeder van 4 kinderen. Hoe kijk jij naar de huidige wereld door de ogen van je kinderen? Door de ogen van mijn kinderen? Poeh. Ook vooral, ik zeg altijd, ik heb 2 zoons, Noah en James. Mijn ultieme missie is om de aarde vitale door te geven aan Noah en James, aan de volgende generatie kinderen. Dus er gebeurt nu zoveel eigenlijk. Er is eigenlijk fantastisch, positief is het overal piepen en kraken, want die transformatie breekt door. Maar ja, dat is eigenlijk de onderlaag van mijn vraag dan. Ja. Ja. Ja, ik zie dat jij daar nog moedigere keuzes in maakt. En daar heb ik respect voor. Wij wonen natuurlijk in het Gooi. Dat is een reservaat, een soort bubbel. En ik ben me heel erg bewust van het feit dat onze kinderen daar opgroeien. Dat we dat zelf daar zelf voor hebben gekozen. En ik voel ook daar een wrijving ontstaan. Dus hoe zie ik de huidige wereld door de ogen van mijn kinderen? Mijn kinderen krijgen niet de wereld mee zoals die is. En eigenlijk zou ik dat ook wel willen. Ik zou in principe ze mee willen nemen op wereldreis en ze laten zien van dit is de wereld. De pracht en praal van de natuur. Het gewoon zijn met de natuur, andere volken ontmoeten, andere culturen, andere talen, geuren, kleuren, sferen, eten. Aan de andere kant, ja, je hebt het hier te doen met je voeten in de aarde en de blubber. En ik heb hier iets te doen en dat is mijn missie. Dus dat gaat nu niet helemaal samen, die wereldreis en met wat ik nu te doen heb. Maar wellicht als ik, net als jij, iets verder ben, dat ik ook een moment kan hebben dat ik zeg, oké, jongens, nu gaan we er een jaar op uit. Hoewel de kinderen zijn nu jong en kneedbaar en vormbaar. Want dat klinkt een beetje negatief, kneedbaar en vormbaar, maar ze staan natuurlijk helemaal open voor alles wat er nu op ze afkomt. En alles wat er nu op ze afkomt is polariteit, is schermen, is zoete troep, is weinig bewegen, is weinig in de natuur. En dat is wat zij zien. Dat is door hun ogen wat ik zie. En dat is best wel confronterend.
Maar ik denk dat ze niet voor niets hier zijn en deze tijd hebben gekozen. En dat zie je ook. Je ziet dat er heel veel bewuste kinderen worden geboren. Kinderen met hele bijzondere talenten. Kinderen die op jongere leeftijd hele bijzondere dingen zeggen ook. Als ik naar onze 5-jarigen af en toe luister, die zegt dingen. Dat je denkt, nou ja zeg, waar haal je dat vandaan? En natuurlijk ben ik me ook bewust dat ze dingen van mij hoort. Maar kinderen zijn zulke pure open wezens in essentie. Maar ondertussen krijgt ze nu zoveel rotzooi mee en troep. Ze zijn hier niet voor niets. Ja, en hoe zie ik verder de huidige wereld? Het is een hele bijzondere tijd waar we in leven. Waarbij, wat ik al zei, ik het gevoel heb dat ook die kinderen naar binnen mogen. Naar binnen, terwijl je in contact staat met de natuur en je dierbaren. En je eigen kamer opruimen, letterlijk en figuurlijk. Door die trauma's heen, door de pijn heen. En houd klein, stap voor stap. In je groepje, in je tribe. Lokaal, met je familie. Zo zie ik het. En wat er verder allemaal gebeurt. Dat maakt eigenlijk al niet meer zoveel uit. Want als jij gewoon voelt wat je hier te doen hebt, ook als kind. En heel erg bij je essentie mag blijven. De rest ervaren in overgave. Want dat is waarom we hier zijn, denk ik. Om gewoon te ervaren. Het is een ervaring. Ja, mooi. En ieder mens natuurlijk heeft ook een innerlijk kind. Hè, innerlijk kindsdeel. Als ik kijk naar jouw aanpak. Je maakt inmiddels gebruik van intuïtieve coaching. Energiewerk. Transinductie. Regressie en reïncarnatietherapie. Innerlijk kindheling en emotional freedom techniek. Onder andere, wat brengt deze combi jou ook het spelen met al deze deuren die misschien wel op dezelfde kamer uitkomen? Ja, dat je iedereen kan begeleiden. Want ieder mens is uniek en anders bedraad. En ik ben ook uniek en ook anders bedraad dan degene die tegenover me zit. Dus door dat ik heel goed ben gaan luisteren naar mijn intuïtie en daar ook echt op kan vertrouwen. Voel ik hoe ik degene tegenover me kan begeleiden. Terwijl ik daar vroeger had ik daar mijn handleiding, mijn protocollen en mijn richtlijnen voor. En mijn computerscherm en mijn receptenblokje. En nu voel ik van oké, deze CEO van dit beursgenoteerd bedrijf met atypische pijn op de borstklachten. Die heeft natuurlijk een hele andere begeleiding nodig dan mijn volgende cliënt, een jong meisje met verstoppingsklachten en seksueel misbruik in de voorgeschiedenis. Heel ander pad. En door hoe ik het eigenlijk zie is, ik heb een medicijntas of een gereedschapskist, een dokterstas. En daar heb ik nu allemaal extra gereedschap in kunnen stoppen door de opleidingen die ik heb gedaan. Dus ik heb nu een veel grotere koffer met veel meer apparatuur dan ik voorheen had. He, metaforisch natuurlijk. Mm-hmm. En dus ik kan met een bredere methodiek of aanpak, met een bredere blik, nu iemand begeleiden. En dus ook een breder publiek begeleiden. Want ik begeleid nu ook artsen die vastlopen. Of mensen met burn-out. Of inderdaad mensen met seksueel misbruik in het verleden. Dus het gaat eigenlijk niet meer alleen maar over mijn vakgebied. Ja, mooi. Ik vind het ook mooi hoe je al die... Ik heb zelf ook heel veel opleidingen gevolgd. Dus ik genoot er ook enorm van. Laatst recent bij jou nog de opleiding Transformatief Coaching aan de Bridgman Academy. Want ja, je brengt alles heel mooi terug, vind ik, naar de basis. Naar het zijn, naar het hart, naar het voelen. Ik zag laatst een video van je op YouTube met de titel Ik Ben. Hè, waarin je oproept om vanuit je hart te leven en jezelf niet meer aan te passen. Je zegt gewoon jezelf zijn. Want zeg je, als je altijd trouw blijft aan jezelf, kan er niets fout gaan. Nou, in die video benoem je eigenlijk een hele essentiële vraag. Hè. Is de vraag, wat leeft er nu in mij? Voor ieder mens belangrijk om dat nou iedere dag te stellen? Ja. Absoluut. En dit komt ook weer uit mijn eigen ervaring. Dat ik merkte dat ik af en toe heel boos kon worden. Discrepant. Gewoon in het dagelijks leven.
Vaak in de familiesfeer natuurlijk. En vroeger was ik daar dan uitermate gefrustreerd over. En dan kreeg ik een soort interne strijd met mezelf, schuldgevoelens daarover. En op een gegeven moment ben ik me gaan afvragen, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat in mij wordt er geraakt? Waardoor je niet meer identificeert met die boosheid. Dus het is niet meer ik ben boos, maar ik doe boos eigenlijk. Waardoor je niet meer het bent. En dan kan je eventjes tot 10 tellen en denken, wat wordt er nou geraakt? Ben ik dat? Ikzelf, nu, hier, zoals ik hier sta? Of is het misschien het kind in mij? En door die vraag regelmatig te gaan stellen en zo'n oefening te doen met jezelf, kom je er waarschijnlijk achter dat het je kleine kindje in jou is. Dat de hele tijd op hetzelfde patroon geraakt wordt. In mijn geval was dat dan het niet gezien worden. Dus mijn man met name is mijn grootste trigger, mijn grootste spiegel, tevens mijn grootste spirituele leraar. En hij kan mij heel vaak triggeren op dat kindstuk. Maar nu herken ik het kindstuk en voordat ik dan die driftbui krijg of ga stampvoeten met een deur ga slaan, kan ik mezelf even hervatten. Wat in mij wordt er nou eigenlijk geraakt? Dat is die kleine Marieke. Nou, kom even bij me, weet je, kom even hier zitten. Ik zie jou. Ik geef je liefde die je toen niet hebt gehad en ik zie jou. Maar ik weet donders goed dat ik dat niet nu ben. Dus het gaat ook heel erg over het de-identificeren van al die identificaties die we aan onszelf hebben geplakt. Alle rollen. Ik was medisch specialist. Ik was moeder. Ik was vrouw van. Ik was vriendin van. Maar dat ben ik allemaal niet. Dat zijn allemaal rollen die ik heb aangenomen. In essentie ben ik. Stilte, mooi hè? Dus that's it, je bent. Vond ik enorm mooi dat ik een interview van je zag en je stelde je voor. Toen zei je, ik ben maagdarmleverarts. Zei je, oh wacht even, moet ik opnieuw zeggen. Ik ben opgeleid tot maagdarmleverarts. Daar hoorde ik het al zo mooi krachtig terug. Dan net bij die stilte. Hoe belangrijk is dus stilte niet alleen in jou, maar in ons, in het leven, omdat we veel zo aan het rennen zijn en continu meer prikkels krijgen en de stilte eigenlijk wegduwen? Ja, eigenlijk kan ik die vraag aan jou terugstellen, want jij geeft ook zo mooi aan dat in de red race, ondanks het feit dat je voelt van dit heb ik te doen, is het ook voor jou belangrijk om even een tijd in stilte te zijn, omdat je weer tot een jezelf gunt om te groeien, om te leviteren. In stilte vindt groei plaats. En vaak is het wel zo dat je in stilte pijn tegen gaat komen. Maar ik zie dat als groeipijn. Want door die pijn heen krijg je weer nieuwe inzichten, nieuwe wijsheid, nieuwe inspiratie, in spirit. Je kan alleen maar in spirit inspiratie krijgen als je stil bent. Als ik nu de hele dag zo blijf tetteren zoals ik nu doe, ja, dan ga ik niet opnieuw geïnspireerd raken. Dat kan ik alleen maar door mezelf in stilte te brengen. En het liefst in de natuur, omdat je dan gevoed wordt door dat wat jij eigenlijk bent. Ja, dit is natuurlijk heel erg spiriwiri wat ik... Ik heb je hoor. Ja. Ja, je ziet de groei, je ziet de seizoenen, je ziet de elementen, je ziet ze niet, je ervaart ze. En dan kan je ervaren in stilte, oh dat ben ik ook. Dus als ik me nu even shit voel, dan weet je, want dat is namelijk de wet van ritme, dat door de seizoenen er ook weer een moment komt dat ik me weer beter ga voelen. En dat inzicht, dat kan je alleen maar krijgen door met jezelf in stilte te zijn en te ervaren wie jij nou eigenlijk in essentie bent. En dat is alles om je heen. Ja, mooi. En daarover zeg je ook, vertrouwen is belangrijk. Ik vertrouw erop dat ik ergens naartoe word geleid. Hè? Hoe kunnen we ook meer vanuit deze overgave leven? Ja.
Ik voel dat wij allemaal een interne impuls hebben. Er komt iets vanuit binnen. Bij mij voelt dat niet als iets per se echt van mijzelf. Dus als ik ga schrijven, dat herken je vast. Ja. Of als ik ga praten, dan op een gegeven moment kom ik in een soort stroom. Daar is hij weer. En dan ga ik aan. Dan gaat er iets in mij aan. Dan ga ik niet aan. Dan komen er woorden en ik heb dat met dichten met name. Dan komt er iets op papier en dat is niet van mij. Die pen beweegt gewoon. En dat klinkt allemaal heel zweverig. Maar aan de andere kant, we hebben het allemaal. Een muzikant herkent dit. Een topsporter herkent dit. Een schrijver herkent dit. Een zanger. Dat is natuurlijk ook een muzikant. Een schilder. Alle creatieve mensen herkennen dit. Of het toneel, wat je ook hebt gedaan. Ja, zeker. Dus je komt... Ja, hoewel een toneel kan weer een rol zijn. Hè? Dus dat, daar zit weer... Daar, ik heb... op het podium gestaan, met name om erkenning en waardering te krijgen. Dat applaus. Ik denk dat als ik nu op het podium zou gestaan, dat het heel anders zou zijn. Dat klopt. Dan komt het door me heen. Maar wanneer kan het alleen maar door je heen komen, die inspiratie? Als je daarvoor open staat. Dus als je durft te ontvangen. En als je vertrouwt dat wat er door je heen komt, dat dat exact het juiste is wat er door je heen mag komen. En dat kan ook gewoon bij een business iemand zijn, hè, die een vergadering leidt. Als die daar gaat zitten vanuit ego en ik moet vandaag even knallen en deze presentatie laten zien vanuit erkenning en zie mij nou eens. Dat kan, maar als zo iemand in die voorzittersrol gaat zitten vanuit zijn hart en vertrouwt van oké, ik ga nu gewoon helemaal ontvankelijk zijn en alles wat er door me heen komt, dat is exact wat er moet gebeuren. En je geeft je daaraan over, dus je ontvangt, je vraagt, je ontvangt, je stelt je open, je vertrouwt en je geeft je over. Ga dan eens zien wat er dan gebeurt. Ik geloof daar heel erg in. Dus het gaat over stilte, over vragen, durven ontvangen, vertrouwen en overgave. Mooi. Met al jouw activiteiten en ballen die je hoog houdt in het leven, hoe zorg jij voor balans? Heb je een bepaalde blauwdruk voor een optimale dag? Ja, en dan ben ik meteen ook heel erg eerlijk dat me dat de laatste tijd wat minder goed lukt. Er lijkt een energie te zijn van het is allemaal wat veel. Dus ik merk zelf dat ik heel vermoeid ben. En ik weet dat velen zich daarin herkennen. Maar normaliter is het zo dat ik om 6 uur opsta voor de kinderen, voor de drukte, als het nog stil is in huis. En dan doe ik yoga en meditatie. Dan heb ik een bepaalde practice die ik doe. Dan schrijf ik mijn intentie in een boekje. De intentie voor de dag. Omdat ik geloof dat als je je brein als het ware in een positieve mindset brengt. Dat je nieuwe neuronale wegen aanlegt. En neuroplasticiteit is inmiddels veel over bekend. En wetenschappelijk ook bewezen als dat noodzakelijk is. En dan doe ik aan intermittent fasting. Wanneer mijn lichaam erom vraagt, ga ik eten wat ik eigenlijk wil eten. Dus ik was daar heel rigide in. Ik was op een gegeven moment vegan, dronk geen alcohol meer. Nog een heleboel andere dingen. Maar ik merkte dat dat ook weer heel rigide en een soort bypass was. Dus nu luister ik gewoon vanuit liefde naar wat wil mijn lichaam eigenlijk. En dan kan je ook af en toe dus een glas alcohol drinken. Want ik zag je natuurlijk een aantal interviews terug, natuurlijk als MDL-arts, met jouw visie op het drinken van alcohol. En ook dus de oorzaken waarom heel veel mensen dus alcohol drinken. Ja, ik zie een ontwikkelingspad bij een ieder eigenlijk als een metronoom. Hè? Zo'n ding wat je gebruikt bij de muziekles. Heb ik ook trauma's aan trouwens. En zo'n metronoom slaat bij een ieder van ons wel eens uit. De ene kant positieve, mannelijke, vrouwelijke kant. En het doel van het leven is denk ik om een beetje zo in het midden uit te komen. In balans, in jouw kern. En ik ben ook best wel eventjes uitgeslagen. Dus ik werd die Indiaan met veren in mijn haar en totaal vegan en geen druppel alcohol gedurende een jaar. En helemaal 2 keer per dag mediteren, allerlei rituelen.
Maar dat is oké, want je moet altijd even uitslaan om vervolgens weer de andere kant uit te slaan. Namelijk opeens weer heel veel alcohol gaan drinken en nu zit ik een beetje zo tegen dat midden. En ik weet zeker dat ik ook weer een keertje ergens naar ga uitslaan. En dat is niet erg, want dat zijn ook die seizoenen die in ons zitten. Dus het ritme van het leven. Je bent geen fieke meer, begrijp ik. Af en toe dan merk ik dat mijn lichaam behoefte heeft aan vlees. Nou, dan wil ik wel gezond vlees, waarvan ik weet dat vlees goed heeft geleefd, zeg maar, en goed is behandeld. Maar dan vind ik het helemaal oké om vlees te eten. En ik merk ook dat thuis, ik heb een zoon die is carnivoor, die wordt helemaal gek als hij geen vlees mag eten. Dat is helemaal oké. Weet je, dus ja, ik drink af en toe alcohol en ja, ik eet af en toe vlees en ja, ik neem af en toe iets ongezonds. En dat is ook menselijk, daarvoor zijn we ook hier. Ik zit hier in een menselijk lichaam om een menselijke ervaring te hebben hier op aarde. En ik wil dus ook alles ervaren. Zo sta ik er inmiddels in. Maar dat is niet een antwoord op je vraag, want je vraag ging ergens anders over. We gingen van hoe je balans in je leven houdt. En toen ging je ook om je alcohol. Dus eigenlijk kijk je vanuit je MDL-perspectief ook naar zeg maar, het drinken van alcohol, wat veel mensen doen. Dus in principe was het een heel mooi prima antwoord, hoor, Marieke. Ja. Is er aan het einde van de podcast, we hebben nog van aangestemd, nog iets wat je graag wil toevoegen of aanvullen? Nou, ik vind sowieso mijn dankbaarheid naar jij als spiritueel wezen in dit menselijke lichaam en wat jij voor ons allen brengt en jouw inspiratie en wat je allemaal al hebt neergezet en hoeveel mensen je daarmee bereikt en dus inspireert. Daar wil ik mijn dankbaarheid voor uitspreken. Dankjewel. En ik vind het ook mooi om te zien hoeveel, ik heb jouw boek gelezen, Zielsgelukkig is kerngezond in één dag. Dus ik kan het aan iedereen aanraden, want je bent er zo doorheen en brengt heel veel. Voor mij niet heel veel nieuws, maar een feest der herkenning. En ik denk voor heel veel mensen wel heel veel nieuws. En ik heb ook een filmpje opgenomen waarin ik zeg, ik vind dat dit echt verplichte literatuur is. Dit zou op de literatuurlijst moeten staan van elke opleiding. Maar ook denk ik in de middelbare school gewoon, dan moet je aan het einde zo'n literatuurlijst lezen. Hup, verplichte kost. Want dit is de kern van wat het is. En het is niet jouw kern. Dat zie je. Ik ben me heel erg bewust van niets is van jou, niets is van mij. Het is net als de boekdrukkunst. We tappen met z'n allen in op een bepaald veld. En als je daarvoor open staat, dan resoneert het. En dan ga je dus daarmee aan de slag. En dan breng je je eigen kleur, oersterk, je eigen naam. Maar het is niet van jou, het is niet van mij. En dat vind ik zo tof. Om te merken dat er nu heel veel artsen, want dat zijn we allebei, dus dat is ons gemeenschappelijk goed, opstaan en in hun kracht gaan staan. En eigenlijk dus niet arts zijn, maar terug naar hun authentieke ik. Wat heb ik hier te brengen? Wie ben ik? Mooi, er is zoveel hoop, zeker. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je diensten? Dr. Marieke, www.drmarieke.nl of bij de School for Integrative Medicine, www.schoolforintegrativemedicine.nl. Ik heb een YouTube-kanaal, Dr. Marieke. Verder op alle socials, hoewel ik natuurlijk een beetje ook probeer daar. Ja, dat is ook een balans, hè? Snap ik, balans zeker. Dus dat is waar je mij kan vinden. En in Harthouse in Bussum, daar zit mijn praktijk. Dus welkom. En 1 oktober, de netwerkdag van de School for Integrative Medicine. Dus alle artsen die willen verbinden met gelijkgestemden zijn daar welkom. Aanrader. Dankjewel Marieke voor je komst in de Oorzaak podcast. Dank jou wel voor het podium. Super tof. Met liefde en dat we samen ook maar mogen werken aan een wereld met enorm veel bewustzijnsgroei. Yes, thanks. Dankjewel. De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk. Het platform voor een beter leven. Ons doel is dat in 2027 5 miljoen mensen een beter leven hebben. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu/gezondheidscheck en krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies.